Lockdown-overtreders zullen niet alleen beboet worden vanwege overtreding van de COVID-19-wet, maar ook voor verkeersovertredingen. Reeds enkele dagen worden lockdown-overtreders beboet en overgebracht naar het politieopleidingscentrum, waar ze tot 5 uur in de ochtend moeten blijven. De tijd van alleen maar waarschuwen is voorbij. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat de politie alle wetgeving in place heeft om harder te kunnen optreden tegen de overtreders. De boetelijst die is gepubliceerd is inderdaad de lijst waarmee we werken. De boetes die u daar ziet zijn inderdaad de boetes die u gaat betalen als het u wordt opgelegd. Daarnaast, u moet zich voorstellen wanneer u in overtreding bent, dus na de lockdownperiode, is er ook mogelijk om op te treden op grond van op basis van het diensthandvest en ook verkeerswetgeving voor verkeersovertredingen. Dus als je met een ongekeurd voertuig op straat verschijnt, als je geen rijbewijs hebt en andere overtredingen, zo worden je ook aangerekend op dat moment. Minister Amoksi zegt verder dat het aantal manschappen en het beschikbare materieel nog altijd een uitdaging vormen. Er is wel een goede samenwerking tussen de regiocommandanten, waardoor de aansturing voor het optreden tegen lockdown-overtreders vlot verloopt. Het blijft natuurlijk een uitdaging, omdat je naast de verhoogde COVID-activiteiten ook de reguliere dienst moet blijven garanderen, zoals aangiftes opnemen, surveilleren voor de basispolitiezorg. Het blijft een uitdaging, zeg ik, maar desalniettemin zijn we goed bezig. We zijn binnen het ministerie van Justitie ook zodanig georganiseerd dat de korpshoofden, er is een team samengesteld van de korpshoofden en diezelfde benadering werkt door naar het korpspolitie Suriname. En ik kan u garanderen dat we genoeg manschappen hebben en genoeg materieel om deze activiteiten uit te voeren. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij sprak gisteren in de congreshaal op de COVID-19 persconferentie.